kind zo blij, dat zag ik even. Je stond daarachter toen je doek er had afgetrokken. Ja, het is een... Het is een mooi monster. En waarom een Aventador? Waarom moest het nou echt een Aventador worden? En een SV ook nog? Ik heb in heel veel auto's mogen rijden van rijke vriendjes en zo. En die vinden het leuk. Ah, Aventador, kom rijden. Oké. Ik rijd nu denk ik al 2 jaar naar Aventador. En die auto is gewoon zo ouderwets monsterig, brullerig, weet je wel. Het schreeuwt gewoon. En dan heb je ook heel veel andere snelle, coole auto's. Maar die zijn dan elektrisch of heel netjes. En dat is goed voor de, hoe zeg je dat, weet ik veel, efficiency of zo. Ja. Al dat soort onzin. Het is gewoon een monster. Het ding is, ik heb hem zo voor het eerst gezien. En ik ben er eigenlijk ja, verliefd op. En ja, het kan. En ja, waarom niet? Hey, wat heb je nou nog meer aan auto's? Want we zien elke keer foto's voorbij komen. Afrojack en een Phantom Cabrio. Afrojack en een Aventador Roadster. En dan denk ik, ja, heeft hij zijn RS6 nog? Ik bedoel, is het een heel wagenpark of valt het nog een beetje mee? Ja, ik probeer het eigenlijk een beetje privé te houden. Omdat er inderdaad zoveel aandacht aan besteed wordt, maar... Je hoeft het niet te vertellen, maar we zien af en toe wat voorbij komen. Audi RS6 is een mooie auto, een Phantom Drophead is een mooie auto, een Rolls Royce Ghost is een mooie auto, een gele 458 is ook een mooie auto. En dit is een hele mooie auto en een witte Aventador Roadster vind ik ook heel mooi. Dat vind ik ook wel mooi. Hey, maar luister dan. Ik bedoel, 7 jaar geleden reed ik in een Swift uit 89. En 3 jaar later reed ik in een Volkswagen Passat uit 96. Dus ja, gewoon doorwerken, hard je best blijven doen. En misschien komt dan een keer goed. En dan springen van geluk en vooral ervan genieten. Andere auto's ben ik ook nog steeds fan van. Ik bedoel, een Veneno zijn er maar 3 van gemaakt, meteen weg. Maar als je dat ding ziet, denk je nog steeds van, hè? Ik ben nog steeds een heel groot fan van de Bugatti Veyron. Dat is nog steeds, zeg maar, deze is super mooi. Maar die Veyron Grand Sport Vitesse World Record Edition, blablabla. Para, ik heb er een keer in gereden. Dat is zeg maar deze met anabolen in zijn reet. Het gaat nergens over. Maar gaat die er ooit komen of is het too much? Ik heb afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd in een huis voor mijn moeder en voor mijn familie. En er zit heel wat in geïnvesteerd, dus die Bugatti moet nog even wachten. Ja, maar wel mooi. Een huis voor je moeder kopen, dat is toch gaaf? Ik ben zelf alleen maar over de wereld aan het vliegen. Ik heb niet echt een huis nodig. Als ik maar gewoon lekker goed op de vlucht zit en gewoon mijn laptop bij me heb, ik kan lekker muziek maken, een beetje in de studio, dan ben ik blij. Maar ik wil gewoon dat mijn familie later helemaal safe is. Ja. Ah, cool man. Wanneer komt die van jou? Augustus pas, eind augustus. Is de eerste op de wereld. Of eerste of tweede. Er is 1 gast, die is me bijna voor geweest, maar dat is nog niet zeker. Ja, cool man.